Hallo, welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Grand Scenic TCE 130 in de uitvoering Expression. Deze auto is van juli 2013 en de kleur van de auto is bruin mocha. De auto heeft mistlampen aan de voorkant en LED dagrijverlichting. 16 inch lichtmetalen velgen. Zilverkleurige dakreling. En parkeersensoren aan de achterkant. Hier de bagageruimte. Die is uiteraard uit te breiden door de hoedenplank eruit te halen. En de auto heeft drie aparte vercellen achterstoelen. Die kunnen alle drie verschoven worden, weggeklapt worden of er helemaal uitgehaald worden. Dit is een Grand Scenic in de vijfpersoons uitvoering. Dat betekent dat de extra lengte van de auto puur ten gunste van de bagageruimte komt. Hier nog haakjes om eventueel handvaten van plastic tassen aan vast te maken. Hier onder de mat een volwaardig reservewiel. Hier achterin drie stoelen, alle drie met een hoofdsteun en een driepuntsgordel. In de beide achterportieren zitten zonneschermpjes ingebouwd. Hier nog een ventilatieopening voor achter die je van achteruit kan bedienen. Aan beide kanten een vliegtuigtafeltje. Dan hier in de vloer aan de beide zijkanten nog opbergvakjes. Schuiflaters onder de buitenste achterstoelen. En hier in het midden nog een 12 volt stroomaansluiting. Deze auto heeft dus drie apart te verstellen achterstoelen. Ik demonstreer er nu even bij een andere auto als waar dit filmpje over gaat, maar het systeem is precies hetzelfde. Die stoelen zijn alle drie in de lengte te verschuiven. De rugleuning kan eventueel nog wat verder achterover gelegd worden. Je kan de rugleuningen platklappen op deze manier. En je kan de stoelen ook naar voren klappen. En dan zijn ze met een hele eenvoudige handeling eventueel compleet te verwijderen. En nu kan ik de stoel er dus uithalen. Ik zal hem weer even terug op zijn plek zetten. En zo zit hij weer vast. En zo staan ze allemaal weer in de oude stand. Hier in het bestuurdersportier de bediening van alle vier de elektrische ramen en de kinderbeveiliging. Als je die indrukt springen de achterportieren op kinderslot en kunnen ze achterin de ramen niet meer bedienen. Hier de mogelijkheid om de beide buitenspiegels te verstellen. En de knop voor het inklappen van de buitenspiegels. Die staat nu op de automatische stand. Dan gaat die mee met de centrale portiervergrendeling. Maar je kan hem ook met de hand inklappen. Of op die buitenste stand laten, dan staan ze altijd uitgeklapt. Hier de bekleding van de voorstoelen. De bestuurdersstoel heeft hoogteverstelling. En de beide voorstoelen hebben elektrische stoelverwarming. Onder de beide voorstoelen schuifladers. En aan beide kanten in de vloer weer opbergvakjes. Hier links naast het stuur dan het verlichtingshendel. Die heeft ook een automatische stand. Dan staat hij overdag op die LED dagrijverlichting en wordt het donker of ga je bijvoorbeeld een tunnel of een parkeergarage in, dan springen de gewone lampen aan. Hier koplamp hoogteregeling, regelbare dashboardverlichting, de mogelijkheid om de traction control uit te schakelen en de mogelijkheid om het automatische stop- en startsysteem uit te schakelen.
Hier op het stuur de bedieningsknoppen van de cruise control en de snelheidsbegrenzer. De hoofdschakelaar die daarbij hoort zit hier voor de versnellingspook. Links naast het stuur dan het hendel van de ruitwissers. En die kunnen ook in een automatische stand. Dan worden de ruitwissers via de regensensor automatisch bediend. En hier de radio stuurbediening. Hier kun je de belangrijkste radiofuncties, maar ook bijvoorbeeld de telefoonbediening. Dus met de handen aan het stuur, met je vingertoppen bedienen. Het dashboard zelf zit hier bovenin. Dat is een TFT-paneel, dus een digitaal dashboard. En hier zit een knopje waarmee je een aantal voorgeprogrammeerde kleurstellingen kan selecteren van het dashboard. Dus die kun je wat aanpassen. Daarnaast zit het navigatiescherm. De auto heeft een TomTom navigatiesysteem. De bediening daarvan zit hier. Die bedien je volledig met deze bedieningsmuis en met die knoppen eromheen. De kaartdata wordt dus aangeleverd door TomTom en er zit een SD-kaartje in. Die kun je thuis in de computer eventueel updaten of uitbreiden. Deze maakt ook gebruik van TomTom Live Services. Dus eventueel HD-traffic en dat soort diensten kun je bij TomTom afnemen met dit systeem. Hier dan de radio zelf. Dat is een radio met cd-speler. Die kan ook cd's met mp3-bestanden aan. Bluetooth, dus je kan je telefoon verbinden. En je kan ook eventueel audio streamen, dus muziek afspelen die op je telefoon staat via het Bluetooth-signaal. Een USB en een auxiliary ingang. Dus je kan ook een USB-stick met muziek daarin stoppen. Hieronder zit het verwarmingspaneel. De auto heeft twee klimaatzones, dus je kan links en rechts een andere temperatuur instellen. En hij heeft drie automatische standen. Zo blaast hij wat harder en zo blaast hij naar verhouding wat minder hard. Hier dus cruise control snelheidsbegrenzer. Bedieningshendel van de parkeerrem. De auto heeft een automatische parkeerrem. Dus als je de auto stopt, als je de motor uitzet, springt de handrem er automatisch op. En als je wegrijdt, gaat hij er weer vanzelf af. Daar de 12 volt stroomaansluiting. Zes versnellingen. Hier zit dus de navigatiebediening. Die zit op een verschuifbare middenarmsteun. Dit geheel kan dus schuiven. En het bovendeel kan ook nog een stukje schuiven. Hieronder zit nog een flinke opbergbak. En als ik hem zo dicht doe, zit hier nog een klein bakje eventueel voor wat spullen. Hierbovenin dan het microfoontje van de CarKit en een intern communicatiespiegeltje. Hier kun je eventueel kinderen achterin in de gaten houden. Hier het dashboardkastje met erin de boekjes. En het dashboardkastje wordt gekoeld door de airconditioning. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website. En graag tot ziens bij Garage Bakker.